jongeren uit Denenkamp, de Groene Kutterperkus. Wie brengt uw wonder en magie met deze Efteling fantasie? Nu heb je zo hier die optocht, hè Jan? Maar we hadden het net al even over, het is een religieus feest. Het is, we hebben straks 40 dagen vasten als Rooms-Katholieken. En voor die tijd mogen we dan nog even feest vieren. Precies. Met alle toeters en bellen. En dat doen we. Ja, maar het is wel een beetje, is de verhouding nog goed van vasten en feest vieren? Nee, ik denk dat ik nog maar heel wat weinig leuk vind. Die dat ook echt door 40 dagen vasten. Maar nog wel heel wat leuk doen, dat doe ik zelf ook altijd op als woensdag geen vlees. En op Goede Vrijdag niet, maar voor de rest is dat natuurlijk behoorlijk afgepakt. Hoewel, toch wel een andere periode bleef. Want vorig jaar had je natuurlijk een uitgestelde carnaval, een vastenperiode. Ja. En dat gaf toch een andere dimensie. Nou, daar was jij het niet helemaal mee eens. Nou ja, niet met eens. Ik vond het niet, nee, ik vond het niet heel erg fijn. Je had niet die echte carnavalsvibe waar je nu hebt. Voorzitter van de Grootse Mennekes, Anton Reef, zei dat ook heel terecht. Van de optochtcommissie van de Grootse Mennekes, zei dat ook heel terecht in de krant. Dit is eigenlijk zoals het zich hoort. Een optocht als afsluiting van een geweldige periode van het vijfde jaargetijde. Die eindigt met als woensdag. Je hebt 3 dolle dagen, dus eigenlijk is het dan zaterdag, zondag, maandag? Zondag, maandag, dinsdag. Dinsdag is de oudsher de vastenavond. Ja. En de dagen eraan, dat zijn de 3 dolle dagen. Voor heel veel katholieke gezinnen in Twente was ook de vastenavond, ook al ver voor de oorlog naar avond, om nog 1 keer lekker te eten en een feestelijke avond ervan te maken. Los voor dat het carnavals in de huidige vorm zich ontwikkeld heeft. En dan woensdag allemaal een askruisje halen, op as woensdag in de kerk. Ja. En dan aan het vasten met z'n allen. 40 dagen tot aan Pasen. Zal op zich niet slecht weer in de familie, maar dat is weer een heel ander verhaal. Nou, maatjes zonder wijn zou ook wel goed zijn. Voor mij. Ja. Prachtig deze wagen uit Denenkamp. Ja, zoals ik al zei, Denenkamp heeft 3 geweldige wagenbouwverenigingen. En door het altijd gehoord, de grote Twentse carnavalsoptocht in Olden. Superleuk, achter de wagen. Dit is al iets verder achter de wagen, maar vlak achter de wagen zitten allemaal figuren van de Efteling. En daarachter de elfjes. Oké, we hebben een dansje gestuurd, Deert. Dat is ook altijd leuk, toch? Nou, als je weet dat je langs de camera's van RTVO's komt, dan moet je natuurlijk je moment pakken, hè? Ja, wel natuurlijk. Je moment of fame. Dit zijn altijd momenten, dit vindt de optochtcommissie nooit zo leuk, want het moet natuurlijk doorlopen. Maar ja, het hoort ook bij de charme van het carnaval. Zeker, zeker. Van, hè? Dit is allemaal kleine wagens voorop. Deze waren eigenlijk geen. 250 man lopers is de max in de optocht van Oldenzaal. En dat is maar goed ook dat daar een max aan zit. Want anders
zijn er echt verenigingen die met nog meer op straat komen. En op een gegeven moment is het ook klaar. Hè? Het moet tussen de wagens zitten. Maar ja, weet je wat, het is te groot worden. Heb je ook geen verbinding meer met de wagen. Hè? Klopt, hoor je de muziek niet meer. Nee, maar ja, los, dan wordt de eenheid heet dan ook niet meer. Dus ik denk dat ze er al heel goed aan hebben om op de commissie met de klooster. Maar ik is ook gezegd van 250 is de max. Supermooi. Je ziet ook wel weer hier, moet je kijken als je nu zo ziet dat het echt smal is, hè, hier. Ja. Het past gewoon net. Dat haalt dan ook wel een beetje de vaart eruit, hè, als ze zo moeten manoeuvreren om door die optocht te komen. Ja. En er zitten natuurlijk smalle deursteekjes, maar ook een hele scherpe bocht, nee. En Pim loopt achter de wagen van de Groene Kutterperkers uit Denenkamp. Wat?